Ja, uit alle hoeken en gaten worden ze weer verzameld. Ja, de deugneuzen. De deugneuzen. Overal op tv zie je ze weer opdraven. Want ze moeten weer het anti-Wilders geluid laten horen. Ja, en ze zijn ze overal aan het zoeken. Nou, die Julia Wouters, die is ook zo eentje. En een of andere ex-spindokter van de Partij van de Arbeid. Die laten ze dan constant maar opdraven om ook weer eventjes Wilders af te zeiken. En als ze haar niet hebben, dan hebben ze altijd nog Pechtold. Ja, die komt ook weer vrolijk opdraven. En kwam ook weer zijn anti-Wilders riedel afdraaien. Geen enkel probleem. De deugneuzen, die hebben het druk. Ja, want het is bijna overwerk. Ja, want ze moeten overal maar laten horen en weten en iedereen hoe gevaarlijk het is met Wilders. Ja, levensgevaarlijk. En nu hebben ze er nog eentje gevonden. Een deugneus. Ja, en ik denk, waar hebben ze die nou vandaan gehaald? Ene Teun van de Keuken. Teun van de Keuken is van de club, van de keuringsdienst van waarde. Ja, vrienden, moet je nagaan. Dan heb je dus, die heeft zijn hele leven, is die bezig geweest met te kijken of het wel klopt wat er op een verpakking staat. Dat is dan zijn bezigheid. Ja, en die mag dan ook weer heel serieuze mening hebben over Wilders. Ja, Teun van de Keuken. Hele leven bezig geweest met of Deventerkoek wel echt uit Deventer komt. Ja, en of Zwolse babbelaars, het zijn Zeeuwse babbelaars, of Zeeuwse babbelaars ook wel echt babbelen. Ja, dat was het leven van Teun van de Keuken. Ja, en of er wel echt Arnhemse meisjes in Arnhemse meisjes zitten. Ha! Ja, ja, ja. Teun van de Keuken. En dat mag dan allemaal maar wouwen en babbelen en deugneuzen. Nou, vrienden, laten we er maar heel vrolijk om lachen.